Een turbulent jaar is bijna om. Een jaar waarin we werden bekeken in baaiersen en paleizen. Een jaar ook waarin we langdurig het gesprek van de dag waren bij boeven en prinsen. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt. En vanavond in een extra eindejaarsuitzending op een heel bijzondere manier terugblikt op de meest spraakmakende affaire van het afgelopen jaar. Een hele lieve en begaafde schoondochter. Ze heeft al op een hele natuurlijke manier haar plaats in ons gezin veroverd. We were running for the money and the flesh. And that was called love. For the workers in song. Probably still is for those of them left. Yeah, but you got away. Didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got a way I never once heard you say. I need you. I don't need you. I need you. I don't need you. And all of them jiving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. Wat voor relatie heeft onze reservekoningin Mabel Wisse-Smit nu gehad met topcrimineel Klaas Bruinsma? Die vraag hield Nederland de afgelopen zomer in de greep. Het bleef lange tijd een welis nietenspel tussen de media, die zich voornamelijk baseerde op anonieme van horen zeggen verhalen, en de Rijksvoorlichtingsdienst, die vasthield aan de verklaring van Mabel zelf. Ze zou Bruinsma eind jaren 80 tijdens zeilwedstrijden hebben ontmoet. En er was nooit meer geweest dan een oppervlakkig contact, waarbij ze nooit iets gemerkt zou hebben van Bruinsma's criminele leven. Toen Mabel na korte tijd hoorde dat Bruinsma een crimineel was, zou ze bovendien resoluut alle contact hebben verbroken. Peter, die Klaas Bruinsma en de entourage om hem heen zelf een aantal keer heeft meegemaakt, kon deze lezing moeilijk geloven. En zijn argwaan werd bevestigd toen hij Ed S. sprak, de voormalig boekhouder van Bruinsma. De Amsterdammer herinnerde zich uit die periode dat de contacten met Mabel Wisse-Smit absoluut meer dan oppervlakkig waren en kon zich niet voorstellen dat er geen sprake was van een seksuele relatie. Maar Ed S. was niet dag en nacht in Bruinsma's omgeving. Dus adviseerde hij Peter om op zoek te gaan naar een van de bodyguards van de maffiabaas. En zo kwam Charlie Da Silva in beeld. Da Silva was in 1983 veroordeeld voor een moord op een concurrerende drugshandelaar in Amsterdam en leerde vervolgens in de gevangenis Bruinsma kennen. Na zijn detentie werd hij Bruinsma's bodyguard en waren de twee onafscheidelijk tot de maffiabaas in juni 1991 werd vermoord. Op deze foto's, genomen vlak voor de moord, staan de twee mannen naast elkaar voor een schiettent op de Amsterdamse kermis. Peter en Charlie kenden elkaar van diverse affaires. Hun laatste contact dateert van 1991, enkele maanden na de moord op Bruinsma.
Charlie had uit de erfenis van Bruinsma twee kostbare schilderijen in bezit gekregen. Een Ruisdaal en een Frans Hals. Klaas Bruinsma, een kunstliefhebber, had op zijn beurt de meeste werken weer bij een drugstransactie ontvangen. Maar de maffiabaas wilde dat de schilderijen terug zouden komen in het museum, en voor deze laatste wens moest Charlie nu na de moord zorg dragen. Charlie had zodoende contact gelegd met justitie, en die had er wel oren naar om de werken achter de schermen en tegen de regels in voor 500.000 gulden terug te kopen. Op Charlie's verzoek is Peter aanwezig geweest bij een vooroverleg tussen hemzelf en enkele politiefunctionarissen. Nadat de overdracht een feit was, heeft Peter in dit artikel in het weekblad Actueel de uitzonderlijke deal tussen justitie en Charlie da Silva onthuld. Korte tijd later is Charlie naar zijn vaderland Chili teruggekeerd, waar hij, met de 5 ton van de Nederlandse overheid, een nieuw bestaan heeft opgebouwd. Afgelopen augustus reisde Peter naar het Zuid-Amerikaanse land en had daar een onthullend interview met de ex-lijfwacht van Bruinsma. Charlie vertelde uitvoerig over zijn belevenissen op de Neeltje Jacoba, een omgebouwde reddingboot waarop Bruinsma de laatste periode van zijn leven vrijwel permanent woonde. En wie was daar? Een veelgeziene verschijning? Zij was die vriendin van die lange. Ik bedoel, ze slaapt bij Klaas op de Neeltje Jacoba. Ze liep die samen. Zij zegt ook, toen ik merkte dat Klaas eigenlijk een crimineel was, heb ik meteen een punt achter de relatie gezet. Peter. In Nederland had ik twee holsters hier draag ik twee holsters met 2 9 mm. Kon ik je zo aankijken. Toen Mabel dan aan boord kwam die eerste keer, ik dacht gewoon met 2 blaffers bij me. Wat dacht zij dat ik van de Rijkswaterpolitie was of wat dan ook? Maar is de relatie tussen Klaas Bruinsma en Mabel ooit beëindigd geweest? Heb jij daar wat van gewerkt? Nee, absoluut niet. Absoluut, tot de laatste dag. Tot de laatste dag van zijn leven. Klaas was stapelgeven. Dat was de meest interessante vrouw die ooit in zijn leven geleerd heeft en gekend heeft. Deze unieke beelden van de Neeltje Jacoba uit die periode kwamen onlangs in ons bezit. Ze zijn gemaakt in 1990 tijdens een bolkoppenrace op het IJsselmeer. De personen aan boord zijn onvoldoende herkenbaar, maar Bruinsma moet zich haast wel onder hen bevinden. En hier zien we de contouren van een blonde vrouw. Misschien wel Mabel Wisse-Smit. Mabel hoort erbij. Mabel was met hem. Was van boord. Kijk, die Neeltje Jacoba was niet zo lang een schip. Wij wonen voor, hij woonde achter met Mabel. De boot ligt nu in de haven van Enkhuizen. Wat iedereen aan onze uitzending wilde weten was hoe het nou op die Neeltje Jacoba toeging. En hoe Klaas en Mabel en Charlie da Silva daar leefden. Nou, ik ga daar eens van binnen een kijkje nemen. Ja, we zijn hier in de buik van die veelbesproken Neeltje Jacoba, het schip van Klaas Bruinsma. Dit is het interieur. Hier zaten ze aan de koffie. En dit is het keukentje waar Charlie da Silva naar eigen zeggen 's morgens het ontbijt bij elkaar rommelde. En als hij dat dan gemaakt had, dan moest hij dat naar zijn baas brengen in wat ik maar de Royal Suite zal noemen. En dat is hier. Nou, u ziet het wel, het is allemaal heel klein. Charlie da Silva heeft wat dat betreft niets overdreven. Peters reis naar Chili en de serie onthullende interviews met Charlie da Silva hadden verstrekkende gevolgen. RTL Nieuws. Goedenavond, Later Nieuws. In Den Haag is vol spanning gekeken naar de uitzending van Peter R. de Vries over de vermeende verhouding van Mabel Wisse-Smit, de verloofde van prins Johan Friso, en de topcrimineel Klaas Bruinsma. Maar liefst 1,7 miljoen mensen zagen gisteren hoe Peter R. de Vries geen spaanheel hield van Mabels beweringen over haar relatie met Klaas Bruinsma. Dit
is Hart van Nederland. De affaire rond Mabel Wisse-Smit is inmiddels uitgegroeid tot een flinke rel. Vandaag heeft de regering besloten geen toestemmingswet bij het parlement in te dienen wat betreft het voorgenomen huwelijk van prins Friso en mevrouw Mabel Wisse-Smit. Charlie zelf werd ook een beroemdheid in Nederland. Zo zie je zelfs dat een losse opmerking van Friso over hem het nieuws haalt. Hoe gaat dat u met je goedste eindcijfer op de middelbare school van natuurkunde? Dag maar, Charlie de Silva. En de man met zijn blaffers vormde ook een inspiratiebron voor diverse cabaretiers. Charlie, hier heeft een moord plaatsgevonden. Dat is duidelijk. Als jij dit zo ziet, wat zou jij ervan zeggen? Ja, waarschijnlijk die man voor de kop geschoten of in hart geschoten, kapot geschoten. Maar ja, ik bedoel, je moet niet op zo'n moment gaan cowboy spelen als het je al niet past als je cowboy gaat schieten. Kom op. We zijn inmiddels een paar maanden verder. De storm rond Mabelgate is behoorlijk geluwd. En Charlie, met zijn blavers da Silva, die viert hier in de Chileense hoofdstad Santiago de kerstdagen. Ik ben heel erg benieuwd wat hij hier aan de andere kant van de wereld van deze affaire heeft meegekregen. En of hij helemaal beseft wat voor een gigantische impact zijn getuigenis heeft gehad. Charlie, ken je me nog? Ik jou wel. Drie maanden na Mabelgate zoekt Peter Charlie da Silva nog een keer op in Chili. Hey Charlie! Ken je me nog? Ik jou wel. Hey Peter! Kom even je middagdutje verstoren. Ja, hey, hallo. Hoe is het? Geen probleem, kom binnen. Is goed? Ja. Heb jij nou een beetje kunnen volgen wat voor opwinding er in Nederland na onze uitzending is ontstaan? Jawel. Ik heb het een week allemaal bij internet gevolgd. Ja. Elke dag kon ik het zien. Ik zag de krantenoverzicht van Nederland. Alle kranten van Nederland. Dan kon je in elke krant kon je zien wat er gebeurde. Maar ook de NOS Journaal kon ik het zien. Schrok je toen een beetje, of niet? Ja, was veel. Was te veel, denk ik. Ja. Ze hebben veel herrie gemaakt. Zelf in Chili. Ja, hier ook? Ja, hier ook, ja. In de kranten? Ja, ja. Alle genoeg kranten met foto's erbij. Foto's van Mabel, van Friso, foto's van mij. En die hele verhaal, want het is eerst geschreven in Spanje. En vanaf Spanje is hij in Spans hierop geschreven. Dat is uit El País gekomen. Het is veel, echt veel. Grote herrie, ja. Heb je er spijt van dat je het verteld hebt? Oh nee. Ik heb niks anders dan de waarheid gezegd. Hier niet. Hmm. Daar moet je geen spijt voor hebben. Wat is nou je gevoel bij Mabel? Want je hebt altijd gezegd, ik mocht haar best wel. Ik vond het een leuke meid. Maar ze is nu natuurlijk enorm in de problemen gekomen. Vind je dat sneu voor haar? Zielig? Kijk eens. Ze heeft gelogen. Ik heb niet gelogen. Ik ben niet naar je toe gekomen om te vertellen. Jullie hebben mij benaderd. Jullie hebben mij eerder gevraagd, ken je Mabel?
hoe ken je Mabel wel? Ik heb je gewoon de waarheid gezegd. Meer niet. Als zij gelogen heeft, dan heeft zij... Zij heeft een slechte keuze gedaan. Hele slecht. Maar uiteindelijk... waarheid wint altijd. Zij heeft het probleem zelf veroorzaakt en niet jij? Niet ik, nee. Nee, absoluut niet. Ik heb daar ook niet naar gekozen. Het is gewoon... per toeval kon jij mij en ik kon haar. Ja. En ik heb bevestigd alleen wat die gezien hebben. Ik heb niks slecht over haar gesproken. Ik heb niet in de intimiteiten van haar ook diep in willen gaan. Ik heb haar absoluut niet... Trouwens, is een hele goede vrouw. Dat ik denk dat die Friese een hele goede keuze heeft gedaan. Een hele goede keuze. Wat denk je dat Klaas Bruinsma van al deze, van al dit rumoer gevonden zou hebben? Nou, Klaas was iemand die absoluut niet zich schamen voelde omdat hij een boef was. En dat is van ons allemaal geheist. Wij waren echte boeven. En hij heeft zo geleefd en is hij zo gestorven. Maar denk je dat hij het in zijn hart mooi gevonden zou hebben dat een vriendin van hem reservekoningin van Nederland zou worden? Zou hij daar... Nee, ik denk niet dat hij dat zou leuk gevonden. Maar ik denk dat hij wel Mabel wel gunnen. Dat hij Mabel mag met Friesel trouwen. Ik bedoel, de toestanden van de koningin heb ik nooit kunnen begrijpen waarom. Toen Baak en Eende op de week kwam en hij zei dat. Ik heb dat op NOS Journaal gezien. En ik begrijp niet waarom hij dat aan het parlement moest toestemming vragen. Aan die hele rotzooi omheen, maar... Wat vond je van die toespraak van Balkenende? Nou, keihard. Die man kijk, in Nederland verkoop je geen eieren voor appelen. Ik bedoel, hij is tegen leugens is geen kruid ongewassen. En dat is gewoon zo klaar. En dat vind ik gewoon goed dat hij dat gedaan heeft. Heb je ook nog op internet gezien dat er heel veel spotprenten en zo zijn verschenen over jou, over mij, over Mabel? Heb je dat gezien of niet? Nee, ik heb, nee, dat niet. Ik heb nee. Er een paar meegenomen. Ja? Wil je zien? Ja hoor. Kijk, hè. Ja, dan ben jij. Ja. Mooi zeg. Ja. Die andere, hè? Wat vind je van deze dan? Oh! Ho, ho, ho. Nee. Nee, man, die mag je niet laten zien, nee. Nee, zie je dat? Daar ben ik nog niet aan toe. De deskundigheid ingeroepen van iemand die mij wellicht meer kan vertellen over wat hier heeft plaatsgevonden. Charlie, kom naar mij. Charlie, hier heeft een moord plaatsgevonden. Dat is duidelijk. Maar ja, ik bedoel, je moet niet op zo'n moment gaan... cowboy spelen als het je al niet past als je cowboy gaat schieten. Kom op. Charlie, luister. In de link heb jij kennis gekregen aan lange passen. Laten we even gaan zitten. Hoe vind je dat? Nee, gek. Hij lijkt wel op mij, hè? Jou ook, hoor. Leuk gedaan. Je haar, precies. Ja, leuk. Was je nou niet ontzettend verrast toen na de uitzending zo'n enorme golf van publiciteit loskwam? Al die toestanden. Shit, man. God. Had ik helemaal niet verwacht, man. Dat was het is gewoon te veel. Het is te veel. Het is gewoon iets dat je... Kan je je niet eens kan bedenken dat je zo bij betrokken bent met zoiets. Kan je nog herinneren dat ik je 3 maanden geleden opbelde en toen naar Mabel vroeg? Dat ik daarna informeerde. Weet je het nog? Ja, precies. Zal ik die dag nooit vergeten. Toen je ging... Want wat dacht je toen eigenlijk? Nee, je blijft vragen over Mabel. Niet over Klaas. Niet over alle honderden wijven die ik langer had. Ja, alleen steeds over Mabel. Mabel. Wie is dat dan Mabel? Ik zeg, waarom moet je nog Mabel hebben?
Ik kon niks bedenken waarom je dat vroeg. Jij wist natuurlijk niet wat er in ons land aan de hand was. Nee, ik ben al 13 jaar weg van Nederland. Dus ik ben daar niet meer. Ja. Ik weet niet wie... Tot Willem-Alexander heb ik het wel van gehoord. Maar verder wist je niet één van Friesel, ik wist niks van, nee. Toen eenmaal duidelijk werd dat er gelogen was... hebben Friso en Mabel een brief geschreven. Die is gepubliceerd. En daarin staat... het spijt ons, we hebben gejokt, gelogen. Maar er is geen sprake geweest van een liefdesrelatie. Wat zeg jij daarop? Maar wie zegt dat? Zegt dat Friso dan? Mabel en Friso. En hoe kan dat Friese daarna weten? Is hij wel eens bij de Nelsje Kommer geweest? Wie sliep in het voorhoedje? Hij of ik? Ik denk niet dat hij, ik heb hem nooit gezien. Hoe kan dat nou weten? Hij kan dat niet beweren? Absoluut niet. Hij is toch niet geweest? Hij kon Mabel toen niet, denk ik. Jij was erbij en hij niet? Nee, dat klopt precies. Want dit is een onderwerp naar zijn hart. Johan Friso is namelijk zelf afgestudeerd in luchtvaart- en ruimtevaarttechniek... en heeft dus een natuurkundeknobbel. Een vraag over zijn eindexamencijfer lijkt logisch. Moet je opletten. Hoe gaat dat u een beetje goed eindcijfer op de middelbare school van natuurkunde? Dag maar, Charlie de Silva. Wat zegt hij nou? Dag maar, Charlie de Silva. Oké. De Prins had het natuurlijk over de bodyguard van Klaas Bruinsma. Nou, zullen we meteen maar even vragen. Hoe was die in natuurkunde? Nou, over natuurkunde van Johan Friesel weet ik niks van. Nee hoor, nee. Maar kijk, over de scheikunde van Mabel, dat weet ik wel iets van. Hij had een hele goede chemie met Klaas Bruinsma. Echt waar. Ja, had de 10. Dat was zijn cijfer. Heb jij wel eens van Klaas gehoord dat hij behalve met Mabel ook nog contact had met andere familieleden? Ja, met haar vader. Wat weet je daarvan? Nee, ik heb die man zelf nooit ontmoet. Maar dat was die man van die zeilvereniging. Die had wel contact met die Lange, ja. Dat zei Klaas tegen ja, jou? Ja. Maar je hebt hem zelf niet gezien? Nee, ik ben... Nee, nee. Ed S., de boekhouder van Klaas Bruinsma, maar ook andere mensen... hebben mij na de uitzending gezegd dat Klaas vaak behoorlijk grote geldbedragen... gaf aan mensen die belangrijk waren in het zakenleven en in de maatschappij. Weet je daar iets van? Ja, het enige wat ik weet, dat soms wordt geld naar die boot gebracht... En die Lange zei, nou, dat is voor dit, dat is voor Den Haag, dat is voor dit. En ineens komt iemand, een keer, die zegt, dat geld, dat is voor het establishment. Voor establishment? Ja, voor het establishment. En toen wisten wij niet wie dat was. Ik ging nog vragen aan die Lange, voor wie zijn je dan, voor deze geld? Hij zegt, voor het establishment. Die mensen die de kaarttouw delen in Nederland. Jij dacht dat het iemand was? Ja, ik dacht dat het iemand was, een fabriek of weet ik veel wat. Had ik dat woord nooit gehoord, establishment. Maar daar gaf hij dus behoorlijke geldbedragen aan. Genoeg. Ja. In vorm van omkoping? Ik denk niet aan omkoping. Omkoping deed bij de Maréchaussee, bij de politie. Dat was omkoping. Die was helpen aan een zeilvereniging om hem dat toelaten. Dat hij ging gewoon met andere mensen... contact krijgen. Hij mocht gewoon in die kringen... Dat was belangrijk. Dat was belangrijk, ja. Heel belangrijk, zei hij. Voor onze toekomst. Jij was altijd bij Klaas? Altijd. Als je er nou niet was? Dan hij had mij ergens naartoe gestuurd. Voor wat? Voor wat dan ook. Een opdracht? Opdracht. Ik kreeg zelf de dag dat hij doodgeschoten. Ik zat met die schelen in Spanje. Hij heeft ons naartoe gestuurd. Die schelen is Henk B. Ja. Die inmiddels zelf doodgeschoten is. Hij is doodgeschoten, die schelen, ja. Jij was met hem in Spanje op een... Op het moment dat hij doodgeschoten was. En wat voor klus was dat in Spanje? We moesten iets regelen. Vlakbij Bilbao. We moeten iets doen. Er wordt geld in van iemand die een beetje te lang heeft gedaan om iets te betalen.
Waarvoor? Ik vroeg niet veel. Wij gingen gewoon de geld ophalen. Mm. En wij hebben het wel die geld opgehaald. En toen wij terugkwamen naar Nederland, dan hoorden we dat die langer niet meer was. Er zijn mensen die zeggen van Charlie da Silva was niet alleen de bodyguard van Klaas Bruinsma, maar ook zijn hitman. Is dat waar? Peter. Wacht even, jongen, wacht even. Wat een vraag dat je me doet, jongen. Wat een vraag. Ze zeggen dat, ja. Ze zeggen dat. Is dat zo? Heb jij wel eens voor Klaas iemand doodgeschoten? Nee. Ik niet, nee. Misschien was ik het wel waai, maar niet zelf. Je was er wel dat bij. Deed Klaas niet toedoen. Dat liet hij mij niet doen. Ik was niet zijn hitman. Letterlijk niet, nee. Figuurlijk wel? Ik denk dat die lange woud bij mij naast hem, omdat hij wist dat hij ging doodgeschoten één dag. En met mij had hij veel kansen om misschien nog te overleven. Want ik kon snel de blaffen trekken. Heel snel. Daar was hij bang voor, op de laatste ring van zijn veiligheid. Maar het is niet zo dat jij ook zijn vijanden liquideerde? Dat de momenten dat jij er ze niet zeggen was... dat. Ze zeggen dat, maar Lange heeft mij nooit zelf dat laten doen. Nee, maar misschien iemand anders? Misschien mensen die ik ken, die hebben wel klutjes voor hem geregeld, ja. Dat wel, ja. Daar was jij wel eens bij? Ik was misschien wel waar, ja. En dan weet je vast al waar ik het over heb. Mabelgate. De hele affaire werd aan het rollen gebracht door het geruchtmakende interview van Peter R. de Vries met Charlie da Silva. Wij wonen voor, hij woont achter met Mabel. Zo, hier is het dus. De Neeltje Jacoba. Nou, hier, dan heeft Charlie dus echt niet overdreven dat het van binnen maar een piepklein bootje was. Het is zo gek om hier te staan, joh. Er is zoveel over gezegd, hè? Ja. Heb je nou zelfs zoiets van, joh, ik heb dat allemaal teweeg gebracht eigenlijk? Nou ja, dat is wel zo natuurlijk. Ja. Want wat ik net al zei, voor mijn reportage had echt in Nederland niemand van de Neeltje Jacoba gehoord. Nee. En dat Klaas Bruinsma die boot in bezit had. Deze boot is wereldberoemd geworden daarna. Ja. Maar goed, dit is het keukentje. Hier werd het ontbijt gemaakt door Charlie bijvoorbeeld, ja, voor Klaas en Mabel. Ja, ja. En dan sliepen ze volgens mij, als ik het net goed begrepen heb, daarachter. Ja. Zullen we even kijken? Ja, dit is en dan is het zover. Eindelijk kunnen we het meest besproken plekje van Nederland met eigen ogen gaan zien. De slaapkamer waar het allemaal gebeurd zou zijn. Dit is één kamer. Eén slaapkamer, meer niet. Ja. Daarachter. Ja. Nou, dan lag hier Klaas. En dan lag hier Mabel. En ik denk dat de bedjes dan wat dicht tegen elkaar aan stonden. Dat is een algeerke hoor. Ja. Hoe vind je dat om dat terug te zien? Nou, dat zie je toch meteen dat... als je zegt, ik heb met meerdere mensen daar geslapen, waar? Ja. Die ruimte is er niet, hè? Is er niet. Voor was mijn kamer. En Mabel slaapt die zeker met mij niet, want ik ben getrouwd. Nee. Huh? Nou. Nee. Ze sliep het absoluut niet. Alleen mijn kinderen komen in mijn hoedje met mijn vrouw, die nu mijn vrouw is. En in de achterkant, die was klaar zijn huis. Mm. Zou je er nog zelf wel eens willen kijken? Ja, ik zou daar willen varen. Het is ontzettend leuk om die boot te varen. Mm. Want die gaat niet omkantelen, die is een boot die tegen alle weer kan. Maar dat gat waar jij door naar je hutje moet... Ja. Nou, ik denk dat je dan wel je adem moet inhouden, hoor. Nee, heb je gezien die deur en naar beneden die trap? Ja, maar dat is zo'n rond gat. Nou, je adem inhouden. Ik moet een beetje afvallen, dat is waar. Peter is natuurlijk ook benieuwd of Charlie de personen herkent die te zien zijn op de amateurbeelden die in ons bezit kwamen van de Neeltje Jacoba uit 1990. Klaas. Ja? Ja. Ik denk dat die Lange daar links is. Ja? Ja, als jij mij vraagt, ik denk dat hij is. Want hij stond altijd daar ook te kijken. Zijn gedrag, zijn...
Kijk, hier staat dus iemand met blond haar, hè? Ja. Dat kan makkelijk Mabel kunnen zijn. Kijk, Mabel... Kijk, elke wijf zegt ik ben op de Nelsia gekomen, maar dat is niet waar. Is niet waar. Alleen mijn vrouw, Pata. En alleen Mabel. De hoeren nooit, nooit. Stel nou dat Mabel zit te kijken. Die kans is groot. Wat zou je dan tegen haar zeggen? Ik zal haar zeggen dat ik ook niet leuk vind wat er met haar gebeurd is. Maar het is niet mijn keuze geweest. Het was zijn keuze om niet de waarheid te vertellen zoals hij Valkenende zei. En dat heeft haar heel, heel veel ellende gekost. Sorry dat ik het bij was, maar ik heb er niet anders dan de waarheid gezegd. En als je een Friese moet een boodschap kunnen geven, zal ik aan hem zeggen... Kijk, een wijf die niet Ahoer is, een fan. In Mabel, Ahoer niet. Ze is een hele, hele intelligente vrouw. Ze kan zelfs schaken. Hij moet eens proberen van haar te winnen. Dat wou je aan hem zeggen, ja. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze terugblik. En bijna ook aan het einde van dit veelbewogen jaar. In het begin van 2004 zult u ons even moeten missen. Dat betekent overigens niet dat we stilzitten. Integendeel, we zijn dan heel druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe reeks spectaculaire afleveringen van ons programma. Dat die afleveringen niet altijd onder makkelijke omstandigheden tot stand komen, daar ziet u zometeen nog even een flits van. In maart ben ik dan weer bij u terug en ik hoop dan dat u net zo massaal kijkt als u het afgelopen jaar heeft gedaan. Voor nu wens ik u vanuit Santiago in Chili een heel goed uiteinde en een crimineel goed begin van 2004. Denk aan uw alibi en het komt allemaal dik in orde. Tot gauw. Nou, klaar is Kees. Hey Charlie, luister eens. Jij lult wel altijd over blavers, maar volgens mij kan jij helemaal niet schieten. Zeker nog 2 dagen nodig. Nee man, we werken ons hier een slag in de rondte. Wat denk jij nou? Nee, natuurlijk niet. Nee, zeker nog 2 dagen. Ja, oké. Okay. Denk het die zegt. Of wel klaar waren. Dat lang niet altijd onder makkelijke omstandigheden tot stand komt, dat ziet u zometeen nog even in een flits. Wat moest ik? Hè? Oh ja, nog lang niet. Nou, even overnieuw, sorry. Geef jij geen cue of... Liefst zouden vergist. Even overnieuw. Zorg dat u dat noteert. Ja, en dan... Maandag beginnen we weer alle... Maandag? Hoe kom ik daar nou bij? Overmorgen. Jongen. Ja, en hiermee beëindigen we deze bijzondere... Sorry. Tot dan. Oh, nou vergeet ik nog... Beurt.
Ja, dan loop ik weer vast. Ja, weer niet lekker. Ja, het is niks, jongen. We are Charlie's Angels.